In het Triavium wordt vrijdagavond voor het laatst een personeelsfeest georganiseerd voor Breed. Jarenlang organiseerde Peter van Maasbommel de feesten, maar vanavond trekt hij voorgoed de spreekwoordelijke deur achter zich dicht. Ja, het is hier fris, maar ik heb het heel erg koud. Want ik vind het echt jammer dat het eigenlijk afgelopen is. Ja, zoals dit hier, de kerstmarkt zal hier komen. Jammer genoeg, door in het oog dat het niet doorgaat, vind ik. Nou, zoals aan die kant worden dan de hapjes verkocht en de drank en de koffie, hete chocomel. Ja, en dan gaan we verder. Dus zoals daar staat een podium, daar komen de artiesten op te staan. En ze hebben net gebeld, daar komen ze de achterwand erin zetten met ijs. Dus, dat we dus eigenlijk een leuk aanbeeld hebben met de artiesten. Vanavond wordt hier een laatste feestavond georganiseerd voor de personeelsvereniging Breed. Het gaat nu geliquideerd worden en het wordt dus activiteitencommissie. En hart en nieren heb ik dit al de jaren gedaan. Dit jaar ben ik er bijna het hele jaar mee bezig geweest. En voor de mensen die ik dus ken, ben ik met iedereen goed opschieten. En leuke feestavonden gehad, nooit geen ruzie geweest, altijd gezellig onder elkaar, vooral Nederlandstalig. Ja, dat is super. Mensen die verwachten toch dat ik wat dingen ga ondernemen. En ja, dus zometeen is dat eigenlijk weg, want zoals het is geweest zal het nooit meer worden. Ook al was het voor mij nog wel eens moeilijk, hè, qua gezondheid. Ik heb toch een hart- en vaatziekte. En dan ben ik eigenlijk toch wel als enige bestuurslid, ja, er zijn allemaal drie bestuursleden, ben ik dus echt actief om dus op de feesten, bingo's en overal achterheen te gaan. En dat zal nooit meer gebeuren. Moeilijk. Weet je, als je op een zeker moment ergens je dingetjes neer hebt gelegd, hè, dat het graag doet en het valt weg, dan val je ook in een gat. Hè. Dan wordt er niks meer gedaan voor mensen. Of eigenlijk weinig, er wordt niet naar gekeken. Hoe zie je eruit of hoe dit is, kan het wel of... Nee, ze gaan een grote accommodatie afhuren en ziet maar. Maar je moet ook rekening houden met gehandicapten. Want nogmaals, ik heb er moeite mee. Je weet af en toe niet meer waar je dat moet zeggen. Hè? Maar nogmaals, een leuke tijd gehad. En vanavond de afsluiter. Nog leuker. Ja, je moet positief blijven.